Welkom bij een spel. Zo leuk dat jullie weer kijken. Dit keer moet jullie een blik werpen op de Superhelden Next Generation uitbreiding voor Escape Room, de game uitgegeven door Identity Games. Deze uitbreiding kun je spelen met 3 tot 5 spelers en zoals gebruikelijk heb je maximaal 60 minuten de tijd om de Escape Room tot een succesvol einde te brengen. Je hebt de base game nodig om deze te spelen, of in ieder geval de app. Om de sleutels in te voeren. En dit is weer een uitbreiding in de familievariant. Dus een wat luchtiger thema. En een wat, laten we zeggen, wat vrolijker onderwerp. Ik kan je natuurlijk niks verklappen over de puzzels. Maar we kunnen al wel vast een blik werpen op wat er in het doosje zit. Wij krijgen, zoals gebruikelijk, de 3 enveloppes. Met de verschillende delen van de escape room. En mochten we vastlopen, de gebruikelijke hintkaarten. Die we op bepaalde tijdstippen tijdens het spel kunnen gebruiken. En zoals ik al zei, je hebt dus je die code nodig uit de base game of de app. En het rode venstertje om je hints te decoden. Maar dat is wat we krijgen. Laten we snel een blik werpen op wat deze familie editie anders maakt dan de reguliere. Uiteraard wil ik jullie speelplezier niet bederven, dus kan ik niet te veel laten zien van de puzzels. Het principe is hetzelfde voor degene die al eerder een Escape Room The Game hebben gespeeld. Je hebt de envelop, daarop staat je introductieverhaal met de situatie omschreven. En op het moment dat je de envelop openmaakt, staat hier altijd wat er precies in de envelop hoort te zitten. Dus check dat altijd eventjes. Zoals ik al zei, dit is een familie-editie en dat zie je terugkomen in de stijl waarin het is gegoten de puzzels die daarbij horen. Zoals ik al zei, ik ga jullie niet vertellen wat de verschillende puzzels zijn, maar deze gaat dus over een groep jeugdige superhelden, de Next Generation, die op zoek gaan naar wat er gebeurd is met hun ouders. En daar zitten dus weer allemaal puzzels verstopt in een soort van comic variant. Dus dat is heel leuk gedaan. Deze wordt gespeeld met, of aangeraden met 3 tot 5 spelers. En dat snap ik wel, omdat de verschillende puzzels die je hebt, die moet je eigenlijk proberen gelijktijdig aan te pakken. Want je krijgt allemaal verschillende opdrachten die je gaat oplossen om zo uiteindelijk bij die sleutels te komen. En dan door te mogen gaan naar de volgende envelop. En jullie zien al, die is wat dikker. Daar zitten wat meer dingetjes in. En dat ga ik lekker niet openmaken. Maar zoals traditioneel in Escape Room The Game ga je per hoofdstuk 4 puzzels oplossen. Elke oplossing levert je een sleutel op. En de puzzels geven ook aan in welke volgorde de sleutels geplaatst moeten worden. En die sleutels die hebben getallen, letters, vormen, stippen en andere elementen erop, waardoor je ze kan identificeren. En elke puzzel zal een bepaald element pakken, waardoor je dus uiteindelijk kan oplossen wat de code is. Is het goed, dan hoor je een vrolijk muziekje. Gaat het mis, steek je de sleutels in de verkeerde volgorde of steek je de verkeerde sleutels in de decoder, dan hoor je een negatief geluidje en ben je een minuut van je tijd kwijt. En zo puzzelen we er duchtig op los en proberen we binnen 60 minuten het mysterie van de superhelden in deze Next Generation op te lossen. En dat is wat je kan verwachten. En dan komen we weer bij de vraag, is dit een leuke toevoeging aan jouw set escape rooms? Nou, zoals met alle escape room spellen, als je het eenmaal gedaan hebt, weet je de oplossing. Dus het is een eenmalig plezier, maar je hoeft niks te vernietigen. Dus een volgende groep kan er ook vrolijk weer mee aan de gang gaan en dus ook lekker gaan puzzelen. Dus in die zin is het herspeelbaar, alleen niet voor dezelfde groep. Dit is de familievariant, dus het is een wat vriendelijker en wat vrolijker thema. En de puzzels zijn relatief makkelijker. Aan de andere kant, van de 5 blokjes die je kan krijgen qua moeilijkheidsgraad, heeft deze 3,5. En dat merkten we ook wel bij het puzzelen. Er zitten best nog wel een paar listige puzzels op, waarbij je goed met elkaar moet overleggen, goed nadenken en goed lezen wat er nou precies staat en wat je kan verwachten. Maar de puzzels en het verhaal wat je gaat beleven vond ik ontzettend vermakelijk. Het zit gewoon weer lekker in elkaar. En wat ik al zei, dit is een wat
familievriendelijker thema. Want er zitten hier natuurlijk wat thema's in die misschien wat spannender en minstens net zo leuk zijn, maar niet voor iedereen geschikt. En dat is wat de familievarianten hebben aangepakt en daardoor een stuk benaderbaarder zijn. En dat maakt dat Superhelden The Next Generation gewoon een erg goede toevoeging is. Want je kunt het met wat jongere spelers spelen, die zul je er dan bij moeten betrekken. Het doosje geeft aan 10 plus. En je kunt met elkaar lekker gaan puzzelen, een avontuur beleven. En hopelijk red je het binnen de 60 minuten. En anders gaat het erom dat je in ieder geval schik hebt gehad. En dat verwacht ik zit wel goed, wat mij betreft. En het is om die redenen dat ik deze uitbreiding voor families zeker kan aanraden en daarom een 8 heb gegeven. Not spelling's older.